Otto en Koistra van RBZ. Op een nieuw avontuur. Ja, ja. Ben jij een beetje een autoliefhebber, Henk? Of, Ja, een auto moet rijden. En ik hou ervan als auto's rustig rijden. Oké. Okay. Elektrisch op zich al mij wel boeit. Ja. Dat is ook behoorlijk, trekkracht, zeg. Ja, wel leuk. Ga hier maar eens links. Dat is wel een leuk rondje. Even lekker erop trappen. Dit gaat heel mooi. Ja, hè? Hoe zou je dat omschrijven, hoe die rijdt? Soepel. Soepel? Heel soepel. Ja? Ja. Ja, inderdaad, stil, hè? Je hoort niks. Nee. En hoe hard rijdt zo'n auto? Deze rijdt 160. Zo. Ik vind het wel bijzonder dat alle dingen, gewoon alles voor de rest intact blijft. Ook dat je een airco hebt wat gewoon doordraait. Ja, je moet beslist even rijden om te ervaren hoe het is, want het is absoluut bijzonder. Het rijdt vreselijk beroerd. Nee. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou rijden. Nee. Nee, heel soepel, stil, maar ja, goed, dat was te verwachten, maar ook met een behoorlijke trekkracht. Ja. Nou, daar zit het waarschijnlijk in. Die combinatie die ken je natuurlijk niet, dat je trekkracht met stilte hebt. Nee. Nee, normaal gesproken is het gas induwt, dan gaat hij rammelen en een herrie maken. Ja. En je levert hier niks op in op een benzineauto. Nee. Heer, mijn complimenten. Ja? Ja. Ja. Rijdt mooi. Rijdt mooi. Soepel. Ja. Vlot. Ja. Mooi stukje trekkracht. Een aanrader. Allemaal hoogstukken.